Dit is De Glind, een bijzonder dorp niet ver van Barneveld. Hier wonen 90 kinderen in pleeggezinnen. Het zijn kinderen die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen wonen. Voor deze kinderen wordt iets bijzonders gebouwd. Het fonds Samen Buitenspelen heeft geld op tafel gelegd om hier in De Glind iets te bouwen wat er nog niet is. Een aantal prachtig vormgegeven speeltoestellen. Speeltoestellen die juist in De Glind belangrijk zijn. Want veel kinderen hebben concentratieproblemen. Ze hebben het nodig om vaak buiten te spelen in een veilige omgeving. Er is één probleem. Er zijn mensen nodig die ervoor gaan zorgen dat de speeltoestellen er daadwerkelijk komen. Daarom hebben we door heel Nederland 20 vrijwilligers bijeengezocht die hier de handen uit de mouwen willen steken. Graag gedaan volgt 6 van die vrijwilligers die hier 10 dagen in De Glind komen werken. Die noemen we het basisteam. En dat basisteam moet ervoor zorgen dat het de bouwers van de speelobjecten aan niets ontbreekt. Ze moeten zorgen voor bouwmaterialen, voor extra hulptroepen indien nodig, voor eten, voor drinken en voor ontspanning en nog veel meer. Maar er is nog iets. Het basisteam wil namelijk zelf ook wijzer worden van dit project. En om ze daar nou een handje bij te helpen, krijgen ze elke dag een individuele opdracht. Aan het begin van de eerste dag zijn alle basisteamleden en bouwers bij elkaar voor het ontbijt. Roxanne Monsanto is vandaag voorzitter van het basisteam. Het is haar taak de organisatie snel op poten te krijgen. Aan de man die alles in werking moet gaan zetten straks. Ah, ik dacht dat je weg was. Ger de Wilde, de ontwerper van de speeltoestellen. De kinder, ja, speel, hoe moet ik het noemen? Ja, speelontmoetplekken. Speelontmoetplekken. Ger de Wilde is de ontwerper van de speelobjecten. Hij heeft de wensen van de kinderen van De Glind verwerkt in zijn ontwerpen. De kinderen mochten tekeningen maken van de speeltoestellen die zij het liefst zouden willen. Ik heb dus gebruik gemaakt van we hebben kinderinspraak gedaan. Ger de Wilde laat op deze eerste werkdag de vrijwilligers de ontwerpen zien van de speeltoestellen die zij gaan bouwen. Dan kom je er vanzelf op uit wat het meeste gevraagd is. En hier gaan we straks mee aan het werk. Dat is in schotten. We maken die schotten gewoon op de grond op het plein daar. En dan worden ze in elkaar geschroefd en dan staat het er opeens. We beginnen met het uitgraven van de oude speelobjecten. Want we willen eigenlijk vanmiddag of morgen willen we daar al wat nieuws neerzetten. Dat is uitstekend. Wat gaan jullie doen? Schommel eruit halen. Wat ga je doen? Die schommel zal eruit moeten. De schommel eruit halen? Ja. En komt er dan wel weer iets voor in de plaats? Dat was wel de bedoeling, hè? Oh, dan is het toch. Het is voor ons ook allemaal een beetje een verrassing. Dus, ja. Roxanna Monsanto is kunstenares. Ze heeft een project als vrijwilligster op een basisschool. En met dat project wil zij graag het plezier wat zij aan kunst beleeft overbrengen op kinderen. Hallo, ik ben Roxanna. Ik ben 40 jaar. Ik woon in Groningen. Ik ben kunstenares. Ik heb 2 kleine kindertjes en die hebben mij doen belanden op deze school, waar ik nu een vrijwilligersproject voer. Kinderen gaan kunst maken onder begeleiding van mij en de juffen. En nog een aantal vrijwilligers die ik in mijn team heb betrokken. Ik leer de kindertjes een beetje dichter bij hun fantasie te komen. En ik leer ze hoe ze dat kunnen uiten. Jaliwa, wat is kunst? Dolfijnen die kunnen vliegen. Dolfijnen die kunnen vliegen. Wie kan mij nog meer vertellen wat kunst is? Nico? Een schilderij. Een schilderij? Een schilderij is kunst. Heel goed. Heel creatieve oplossingen, dat gaat me makkelijk af. Ik ben gewoon heel creatief. Ik heb zoveel fantasie. Ik heb zoveel fantasie niet weglopen.
Ik ben met een heel groot project bezig en ik weet niets. Ik heb alles wat ik doe moet ik eerst uitzoeken, vragen, bellen. En ik wil dat soort dingen leren bij Graag Gedaan. Want ik ben heel erg zoekende daarin. En ik denk dat ik dat bij Graag Gedaan tegenkom. Roxanne's individuele opdracht voor vandaag is om als voorzitter van het basisteam het werk goed op elkaar af te stemmen. En dat valt er in eerste instantie niet mee. Mag ik even? Ja. We hebben hier eventjes een briefje opgehangen, een klein briefje. Dat is even de vraag van, als jullie wensen hebben, schrijf dan hier even op. We willen graag voor vanavond een paar mensen die willen afwassen. Hé, dit zou ik doen, hè? Sorry. Doe maar. Sorry, nee, maar goed. Jullie mogen zelf uitvechten wanneer jullie afwassen. Dus... dat laat ik helemaal aan jullie over. Dus schrijf er twee of drie namen op en dan denk je van... Schrijf maar wel even vijf namen op. Vijf namen? Ja, even mensen die... Mag je zelf straks doen. Deze vier zijkanten van het kasteel worden gebouwd. Ger de Wilde heeft voor zijn ontwerpen gebruik gemaakt van de ideeën van de kinderen van de Glind. Voor Ger is gaan schetsen, heeft hij de kinderen gevraagd om te tekenen welke speeltoestellen zij het liefst zouden willen. Hoe groot moet zo'n huisje dan zijn? Ongeveer zo groot. Een trampoline en een huisje, een deurtje en een zonnetje. En met zo'n draaimolen bij de donderschool. Oh ja, dat past er niet meer op papier natuurlijk. Nee. Ja! Dit is allemaal een achtbaan. Ja. Oei. Dit heeft een hele schoolplein voor nodig. Wat is dat dan? Een boomstammenrad. Dan kan je kuitschuin naar beneden gaan. Dat is leuk. In de vijver daarachter, bij het eiland, het schip. Zou ook kunnen. Het is duidelijk in huis. Touw en dan kan je opzitten en dan kan je heel hard zwaaien. Oh. Slingertouw. Zie je de trappen lopen? Dan kan je hier naar de andere toren die ze erin nemen. Dan kan je ze draaien. En dan kan je ze omdraaien. Hier heb je een punt en als je er tegenaan gekomen bent, dan mag je in dat huis spelen. Ja, een halfpipe lijkt me wel leuk. Dan ga je hier zo af en dan... ga je hier weer op een vijfje zo terug. Lichtschommel vind ik ook leuk. Je kan lekker liggen, je hebt een dakje. Oh, kijk eens, daar zijn ze. Mannen, mag ik storen? William Ploeg heeft de opdracht 's avonds bij het kampvuur een kennismakingsspel te houden. Hij gaat bij alle vrijwilligers langs om meer van ze te weten te komen. Ik kom alleen even wat dingen aan jullie vragen. Ook ik heb een persoonlijke opdracht gekregen. En ik moet dus vanavond een spel organiseren. Een kennismakingsspel. En dan heb ik even wat gegevens van jullie nodig. Opgewekt zijn en enthousiast. Ik ben Persisch, ik kom uit Iran. Ja. Oh jee, dat klinkt als een sollicitatiegesprek. Nou, zo erg is het niet hoor. Ieder mens heeft slechte eigenschappen, maar die wil ik eigenlijk niet weten. Ik ben negatief, soms. Maar dat is mij positief, hè? Ja. Ja, ben je positief? Ja. Laat een beetje vrolijk. Denk ik, positief. Schimans geeft ze altijd. Gert de Wilde heeft als ontwerper van de speeltoestellen de leiding over de bouw. Het basisteam overlegt hoe ze het beste contact met Gert kunnen onderhouden. Als jij zo meteen met Gert dan even exact uitzoekt wat wij moeten bestellen. Ja. Want is dat handig als één iemand per dag dan gaat inventariseren bij Gert wat hij nodig heeft? Ja, dat is goed. Dat hij daar, Laat dat de voorzitter maar zijn. Ja, denk het. Dat is allemaal. En ik vandaag en morgen iemand anders. Ja. Maar als we daar steeds dezelfde persoon voor nemen, is dat misschien lastig. Laten we iedere dag eventjes Ik denk dat het handig is om er iedere dag de voorzitter te laten doen, want die is toch steeds in de buurt. Ja, en die speelt het dan gewoon door naar onder de... Ja. Zou het lukken om dit te tillen? Marieke krijgt hulp van Nesdet bij het bouwen van een kampvuurplaats op het Schatteiland.
Ze hebben van Gert de Wilde een stapel bielzen gekregen om 20 zitplaatsen te maken. Het valt niet mee de zware bielzen bij het Schatteiland te krijgen. Nee, dit lukt je niet. Ook al kom je met 3-4 man, het is te zwaar. Nog ietsjes, nog ietsjes. Ja, til maar. Ik dacht van die bielsen moet kunnen op zo'n kruiwagen. Oh, we zijn gewoon optimistisch. Ik hou van koken, maar ik iets waar ik niet van hou als aardappelschil. Erie Lafontaine heeft vandaag de opdracht gekregen haar lievelingseten te koken voor de vrijwilligers. Niks is erger dan een keuken met een botmes. Net zo'n bot als mijn platte neus. Heb je hier bottenmessen? Nou, erg bot. Want ik heb echt wel door het vlees moeten zagen. De hierdoor. Kijk, dus ik moest hierdoor zagen om vlees te snijden. Ja, mevrouw, ik heb ze niet uit te komen. We hebben een EHBO dus. Oké. Zal ik proberen? Ja. Even kijken. Ja. Helpt het iets? Iets. Marieke en Nesjet hebben de hulp ingeroepen van Jantien. Zij is een van de bouwers. Om niet meer zo ver met de zware bielzen te hoeven sjouwen, hebben ze besloten de pont naar het Schatteiland te verleggen. Oh, wat deed je? Het is een betere survival werk dit. Zo, even. Was in ieder geval moeite van proberen. 1, 2, ja. Hoe gaat het? Hey Hans. Hey, goedemorgen. Ik denk wel goed. Ja? Ja. Jij kreeg gisteren je opdracht. Ja. En je moest voorzitter zijn, hoe was dat? Ja, voorzitter. En ik weet helemaal niet wat de voorzitter doet. Ik ben nooit voorzitter geweest. Stilte of één moment stilte voor een aantal mensen die het graag even willen. Dankjewel. Ze weten alles. Het is... Roxanne en Nesjet discussiëren hoe ze de bewoners van de Glint moeten benaderen om hulp. Je moet ze vragen wanneer ze beschikbaar zijn. Dus ongeacht ons rooster. Stel ja, dat kun je niet van mensen vragen. Nee, nee, maar mensen hebben allemaal hun werk. Dat hoort bij je opdracht. Even, ja. Ja, maar ik denk dat je jezelf makkelijker kan maken door ze uit te nodigen. En ze allemaal in één keer bij elkaar te hebben en met die mensen te praten. Want ik denk dat ze dan meer bereid zijn om iets voor jou te doen dan wanneer je bij een huis gaat aanbellen en vragen wanneer ze beschikbaar zijn. En, weet je, mensen hebben daar geen antwoord op. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het wel, maar... Maar goed, jij moet de ronde maken, maar ik bedoel, het is wat voor jou het prettigst is. Maar ik denk, als je wat wilt bereiken met die mensen hier, dat je beter gelijk actie kunt ondernemen in positieve zin. Nesjet Tulluk werkt bij de politie, nu als wijkagent, maar daarvoor bij de jeugdpolitie. Hij werkt in moeilijke wijken en zijn sterke kant is om in crisissituaties mensen weer bij elkaar te krijgen. Maar zijn jullie allemaal buurtbewoners hier? Ja. Wonen jullie allemaal in de buurt? Ja, ik woon een beetje in de buurt. Ik was 17. Allemaal hier Tuckerstraat? Ja. Nee, hij is klein. Ik ben Nesjet Tulluk. Ik ben 36 jaar oud. Ik woon in Enschede, maar werk als wijkagent in Almelo. Jongens, hey, niet is, nee, eventjes niet. Als je, hey,
Als je even wilt, niet zoveel lawaai maken, ja? Nou, ik kom eigenlijk van regels. Dat je van elkaar weet wat je aan elkaar hebt. Dat je dat ook duidelijk tegen elkaar uitspreekt. Stel dat zich wat crisissituaties voordoen. Hoofd koel houden en proberen alles een beetje te relativeren. Zodat je zo snel mogelijk uit je crisis komt en weer lekker aan het werk kunt. Oh ja, 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 nu heb ik je. Nu heb ik. Het is dus een combinatie van werken en vakantie houden, plezier maken. Als ik met veel plezier maken samen met al die anderen ervoor kan zorgen dat wij onze doel halen, dan ben ik een tevreden mens. Nested heeft vandaag als opdracht gekregen om te inventariseren welke hulp de bewoners van de Glind kunnen bieden bij het bouwen van de speelobjecten. Bij zijn tocht raakt hij in gesprek met Adrie Abma. Zij heeft naast de zorg voor de eigen drie kinderen ook nog de zorg voor vier pleegkinderen. Wij wonen in de Glind als echtpaar met onze eigen drie kinderen. En wij vangen naast onze eigen drie kinderen uiteraard ook vier moeilijk opvoedbare kinderen. Of kinderen die wat aanpassingsproblemen hebben of om een of andere reden niet meer thuis kunnen wonen, vangen wij in deze setting op. Heeft u de behoefte aan om echt in hun wereld te komen? Soms zou ik wel eens heel graag willen weten wat er tussen die oren schuil gaat. En dan zie je dat ze ergens mee worstelen. Dat ze ergens pijn over hebben of verdriet over hebben. En denk van, goh, wat is dat nou? En waar kan ik je nou mee helpen? Is het dan een vorm van machteloosheid van... Wist ik het maar, daar waar ja, ze mee zitten. Ja, ook. En soms weet ik het wel, maar kan ik er niks mee. Kijk, soms zijn er dermate dingen in hun jeugd gebeurd. Ja, dat is gewoon een feit. Seksueel misbruik of lichamelijk misbruik. Ja, daar kan ik niets meer aan veranderen. Ik kan ze wel hopelijk wat handvaten aanreiken. Met hulp van hier van de orthopedagoog en de maatschappelijk werker. Wat handvaten geven om dat een beetje een plaatsje te geven in hun leven. Ik ben 3 jaar jeugdagent geweest, dus ik ben in alle gezinssituaties terechtgekomen die je maar kunt bedenken, als het ware. Het was altijd onze frustratie om... Nee, dat gevoel hadden wij. Dus niet alleen ik, maar ook vele collega's met mij. Dat er eigenlijk niets aan kinderen, voor kinderen gedaan werd. En dat wij vonden dat de jeugdhulpverlening, dus kinderhulpverlening, faalde. En ik kom hier. En ik zie wat voor mogelijkheden eigenlijk er allemaal zijn. En hoe die kinderen eigenlijk prachtig worden opgevangen. We hebben hier natuurlijk ook zeker niet de intentie dat we kinderen voor 100% op de rit krijgen. Maar we kunnen wel kinderen later het vermogen... We hopen dat deze kinderen later kunnen terugdenken van... Goh, die periode in de Glind, in mijn jeugd, dat was toch wel een rustige periode. Daar hebben ze toch wel wat uit opgedaan, energie of... Dat ze daar toch weer een stukje verder mee kunnen. Dat het niet alleen maar narigheid was als ze aan hun jeugd terugdenken. Het is een schitterende... Ik hoef hier eigenlijk geen woorden voor te gebruiken. Hoe ze dan eigenlijk door ouders worden opgevangen die daarnaast ook nog eigen kinderen hebben. Ik geloof er weer in, laat ik zo zeggen. Ja, dat is mooi. Het is heel apart. Ik ben ook daarom blij dat ik hier naartoe ben gekomen. Om toch mijn geloof daarin te houden. Wat is dit? De baas laten werken en zelf zitten? Kunnen jullie het toch niet zo goed? Het is gewoon even de eerste dag, dus je moet gewoon heel erg wennen. Ja. En ik vind het wel heel erg leuk. Ik bedoel, het is wel, hij wordt, als het goed is, nog in elkaar gezet vandaag. Met toren. Ja. Dus dat is wel kicken, vind ik. Ja, het gaat veel te snel. We hebben 10 dagen, hoor, jongens. Oh. Dat zitten ze dus niet. Mm. Nou, dan pak ik even een schep. En dan hou ik hem op hoog. Die kant op schuiven. Pas op met je vingers hoor. Hij moet ervoor of niet? Hij moet ervoor. Ja. Ger, dit is nu af. Wat moet er nu nog mee gebeuren? Dat moet nog af. Het moet nog af. Dit is gewoon het begin. Er komen kozijntjes in, er komen vloer in, er komen kruipkoker in, trapjes. Hier komt de Touwlussenburg aan. Dit wordt de klimwand. Met de Mexicaanse klimsels erop, of Zuid-Amerikaanse. En moet het toch geschilderd worden ook? Misschien wel. Dat weet je allemaal niet. Nou, ik laat wat dingen in het midden natuurlijk. We zijn met z'n allen aan het werken. Aan het eind van de dag kijkt het basisteam terug op hoe de opdrachten zijn verlopen. Roxanne, jij was voorzitter vandaag. Hoe deed ze het?
Ik bedoel, je vond het gisteravond een prettige opdracht. Je had iets, dat wil ik graag leren. Ja. Dus geef haar respons, geef haar tips. Opbouwend. Opbouwende kritiek, ja. Ah, vanmorgen wat mij dus opviel, ze had er even wat problemen mee. In welke dus, zin? Nou, dus dat ze op een gegeven moment kwam alles op haar af. Nes had er wat en ik had wat en Wiljan had wat. Op een gegeven moment was ze even zoekende, maar toen hebben we even de haar op de rechte spoor gezet. En tot de hele middag in de perfect. Ja, geen goed. Geen hartstikke goed. Niet Ik denk dat het. De kroepoek hebben jullie zelf, hè? De sambal ligt ook op tafel. Is dat weg? Precies. Ja. Je mag ook wel kiezen. Het zijn groenten. Zitten er geen enge dingen in? Wat vind je eng dan? Spreekhanen. Kippenhartjes. Lekker, lekker. Nou, linkerkamer, rechterhandkamer. Hallo, smaakt het? Goed zo, goed zo. Op een gegeven moment zei Hans dat ook. Hè? We hebben je wakker geschud en je opgeholpen. Toen zei je, oh, hebben jullie dat gedaan? Ja, nou, dat hebben ze echt gedaan. Ja. Juist door die actie van Hans ook, denk ik. Door dat overnemen, zonder dat even te overleggen. Daar prikkelde hij mij ook mee. Dat was ook, ja, toen begon ik ook te reageren. Hé, ik hoor daar te staan. En ik maakte er toen een grapje van. We hebben het er later even over gehad. En het was oké. En toen ja, maakte hij ook een opmerking, geloof ik, in de trant van, ben je er weer? Is het, en dat was, ja, toen was het oké. Heb je daar nou ook werkelijk iets van opgestoken, denk je? Ja, inderdaad. Vooral die opmerking van Marieke, van neem het dan ook. En met de projecten die ik zelf bedenk, neem ik dat, want dan heb ik het al. Dan hoef ik dat niet te veroveren. En ik denk dat ik dat gevoel een beetje had, oh, nu, ik moet het nu veroveren. Als wij jou nou deze week nog een keer het voorzitterschap zouden geven, hè? Wat zou je daar dan van vinden? Nou, ik denk dat ik ook wel weer een beetje het gevoel zal hebben, oeps, gaan we weer. Ja, maar ook wel weer, ja, spannend. Zeker, ja. En ja. Denk je dan dat je met de opmerkingen van vandaag al een betere start kan maken? Dat vraag ik mij af. Dat vraag ik mij af. Ik zal het wel, tuurlijk, je hebt het wel bij je nu, maar ik vraag het mij af. Ik ben 's morgens ook niet zo alert. Dat is ook iets dat viel mij echt rauw op mijn dak. Al die mensen. En... Heb jij je ergens aan geërgerd vandaag? Ja. Waaraan? Aan het feit dat ik gisteren een paar keer heel duidelijk heb gezegd dat ze voor meerdere dagen brood moesten kopen. En dat er gereageerd, ja, dat weten we al. En dat er toch geen brood gekocht werd voor meerdere dagen. En ik vind het zonde van de tijd dat men dan nog een keer... Ik vind het jammer van die tijd. Ja, en dat ergert me. Maar dat is ook zo weer over. Maar ik had vanmiddag wel even een moment van, hé, wat dom. Echt even ook dat gevoel, wat dom en wat zonde. Ja. En nou, dan is het ook over. Ja. Deze persoon is toch wel heel vaak vrolijk. En altijd wel enthousiast. Nee. Fout. Het is een zij. Mini, ja. Ja, die. Er waren meerdere, maar... Oh, dat vind ik snel. Ik ben niet vrolijk en enthousiast. Moet je nou ook niet lachen. Oh, wat hebben wij van nagenoten vanavond. Eri. Weet iemand ook nog wat zij voor beroep heeft gedaan? Dank je. Goed zo. Volgende week in Graag Gedaan. Roxanne kan na een zware dag als voorzitter zich uitleven in een creatieve opdracht. Eri en Marieke zorgen voor een uur live muziek voor de vrijwilligers. Hans en Eri gaan op zoek naar de verhalen van de bewoners van de Glint.